Morgen, het is vandaag woensdag, zal mijn wimpers zien er niet meer uit. Ik ben echt toe aan nieuwe wimpers. Maar ik ben bij de McDonald's en ik ga even snel een cappuccino halen. En dan ga ik doorrijden naar Dermakliniek. Want ik ga vandaag weer mijn hele lichaam ontharen. Laseren. En ik heb eigenlijk echt wel veel zin in. Want voor de vorige keer heb ik voor het eerst mijn bikinilijn gedaan. Ik zie al na één keer zoveel verbetering. Niet dat ik geen haartjes meer heb of zo. Maar ze kwam echt pas na 3 weken terug en veel minder. Dus ik heb gewoon zin om het gewoon af te ronden. Want dat is echt zo'n opluchting als je daar geen haartjes meer hebt. Ik ben benieuwd of ik deze zomer helemaal haarvrij zal zijn daar. Ja, dat een beetje. Ik ga nu even doorrijden, want ik moet mijn cappuccino denk ik pakken. Ik heb mijn cappuccino. Ik ga hier echt van genieten. Ik ben net aangekomen bij de dermakliniek. Er ligt nog overal sneeuw. Ik heb gewoon met mijn domme kop hakken aan. Dus ik moet even heel voorzichtig lopen. Wat ik wou zeggen. Ik heb dus vandaag flitsmuis opgedaan. En ik ben me echt dood geschrokken. Ik wist dus niet dat flitsmuis een melding aangeeft. Als er een ambulance of politie of zo langs rijdt. Want opeens ging er een hele sirene in mijn auto af. Ik schrok me dood. Ik keek om even waar is de politie dan? Maar ik zag echt niemand. Maar dat was, dat ging gewoon door mijn hele auto heen. Doodschrikken gewoon. Ik ben nou bij Dermakliniek en ik moet wel helemaal uitkijken, want we gaan weer alles natuurlijk laten laseren. En ik begin altijd met mijn schaamstreek, want dan ben ik daar vanaf. Jongens, kijk hoe ik eruit zie. Ik ben net klaar met alles. En het heeft iets langer dan een uur geduurd, want ik moet natuurlijk echt mijn hele lichaam doen. En het duurt gewoon nog even. Ik zit over na te denken om misschien de volgende keer. Kijk, nu zie ik ook allemaal onzuiverheden op mijn gezicht. Want ik heb natuurlijk mijn gezicht ook gelaserd. En ik doe echt letterlijk alles gewoon meenemen. Omdat het heel goed heeft gewerkt bij mij. Maar ik zit erover na te denken om de volgende keer alles even in 2 delen te doen. Want volgens mij heb ik er nog langer dan 1 uur over gedaan. En dan duurt het gewoon niet zo lang. Kijk waar ik Dina heb gevonden. In mijn Marcus koffer die ik nog niet heb uitgepakt. My baby. Vind jij dat bondje lekker zeg? Ik heb haar niks gegeven. Jij? Nee, bijna maar even. Oké, je moet nog een pijnstretje hebben. Ze vinden deze plek echt heel erg lekker. Oh, lekker hè, Tjoetjoe. Kom. Je moet nog een pijnstel hebben. Zie je er schattig uit, poepie. Ik heb een koffietje gemaakt en ik ga nu eindelijk aan de slag. Ze is ook lekker bezig. Ik mag me niet storen. Ik heb mijn boekhouding af. Ik heb de eerste vlog geëdit. En nu mag ik even een pauze. Ik ben nu even een sapje aan het drinken. En ik ga nu beginnen met koken. En ik heb eigenlijk echt bijna niks thuis. Dus ik moet het een beetje hiermee doen. Nou, dat is het een beetje geworden. Dat is wat we een beetje thuis hadden. Lekker groente met een stuk vlees. En ze hebben natuurlijk veel meer vlees dan ik. En een lekker slaatje. That's it. Gegeten. Ik heb inmiddels mijn werk afgerond. Ik zie er echt totaal niet meer uit. Maar ik ga even langs Honey. Want het is echt lang geleden dat ik daar ben geweest. En ze voelde zich vandaag niet zo lekker. Dus ik dacht, ik ga even langs. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Er ligt nog heel veel sneeuw buiten. En ik ben eigenlijk al een paar uur aan het werk. Ik heb heel veel werkzaamheden onderschat die ik eigenlijk nog moest doen. En die eigenlijk, ja, ver gewoon veel tijd. En dat had ik een beetje onderschat. Ik heb hier trouwens een puist uitgeknepen vanochtend. Ziet er niet uit. Mijn hele huid ziet er eigenlijk gewoon niet uit. Maar ik wil binnenkort ook even weer de thermapen doen. Het is dus vandaag donderdag. En ik ga vandaag met iets nieuws beginnen. Namelijk, ik ga vanaf vandaag starten met het keto dieet. Ik weet niet of er veel mensen het dieet kennen. Maar het is best wel een soort van hype op dit moment. Iedereen doet het. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Mijn vriendin zei al heel lang dat ik eraan moest beginnen. Dat ook echt super goed is voor je lichaam. En dat soort dingen. Maar ik zei elke keer nee. Ik heb er geen zin in. Want ik had eigenlijk gewoon geen zin in een dieet. Waarbij je heel erg op moet letten op wat je eet. Want ja, het is best wel een pittige dieet. Want er zijn echt heel specifieke dingen die je wel en niet mag. Waardoor het best wel moeilijk is om te volgen. Nu ook echt even een paar wasjes draaien. Want ik heb echt dus heel veel vieze was. Ja, dat komt ervan als je dingen al uitstelt. Zo, ik heb nog niet eens ontbeten. Dus ik ga nu even snel ontbijten. Ik ga als eerst een gembershotje nemen. Dat is trouwens mijn laatste. Daarna ga ik dit sapje drinken. Maar deze is echt totaal niet keto. Want er zit wortel in.
Als mijn laatste, deze drink ik nog wel even op. Voor de vitamintjes. Ik heb hummus en garnaaltjes. En ik ga hier even heerlijk van genieten. Zo, ik kom net uit de douche. En ik moet mijn gezicht even aanscrubben. Want het is echt zwaar nodig. Ik heb een beetje slecht nieuws gehad net. Nessie heeft een auto-ongeluk gehad vanochtend. Of ja, vanmiddag. En met hem gaat gelukkig alles goed. Dus het valt nog wel mee. Mijn auto is een beetje naar de kloten. De bumper ligt er een beetje half vanaf. Dus dat is wel een beetje balen. Maar ja, hij heeft nu opnames. Daarna komt hij gelijk naar huis. En morgen gaan we even onze auto gelijk fixen. Ik ben nu bezig met de laatste was. Die ga ik nu even ophangen. En dan ben ik eigenlijk zo goed als klaar met de was. Daar ben ik echt blij mee, want ik heb echt zoveel was. Ik ben eindelijk klaar met de wasjes. Ik heb even mijn make-up gedaan en mijn haar even snel. En ik merk echt sinds ik aan de krullenkapper ben geweest wel een groot verschil met mijn haar. Ook al krijg ik het nooit zoals zij het heeft gedaan, want ze gebruiken gewoon heel andere producten. En ik krijg binnenkort, nou ja, ik krijg heel snel een productenlijst van haar. Maar ik merk echt zo'n groot verschil in mijn krul. En sowieso, mijn krullen zijn veel zachter. En ik heb gewoon veel meer krullen. Kijk, dat zie je hier echt zo goed. En ik denk sowieso, want ze zei, sommige mensen hebben meer proteïnebehandelingen nodig. Dat ik gewoon wel een paar nodig heb. Dat was mijn eerste. Maar je moet het eigenlijk om dus zoveel tijd doen. En op een gegeven moment heb je de juiste aantal behandelingen gehad. En dan heb je gewoon het totale effect, zeg maar, bereikt van je krullen. Zo, ik heb inmiddels vegetarische pasta gemaakt. Maak ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik heb nog dus geen boodschap gedaan. Ik heb het vandaag pas besteld via Picnic en ik krijg het waarschijnlijk morgen. Dus ik moet nog even meedoen met wat ik thuis heb. En ik had eigenlijk heel weinig groenten thuis, behalve wortelen, paprika en uitjes. Dus ik heb het vooral moeten doen met de kruiden. Besef, ik had zelfs pasta tekort, dus ik moest er twee gebruiken. Ik ga stuk. Ik ga ook even heel snel opfrissen, want ik heb natuurlijk net gekookt. En dan voel ik me altijd een beetje zo'n... Dus even snel opfrissen, even andere kleren aan. Zo, die handdoek hangt erbij. Ik heb me even snel omgekleed en ik heb gewoon een comfy outfit aan. Gewoon een truitje met een jogging voor onderweg, want we gaan zo naar België rijden. Ik had eigenlijk een beetje een andere planning voor vandaag. Ik had best wel leuke afspraken voor vandaag. Maar omdat Nessie iets te laat naar huis is gekomen, heb ik het gewoon eigenlijk gemist. Maar dat maakt verder niet uit. We missen gewoon op het moment even een autootje. En dit is dus waarom ik deze geweldige tas wou. Want het is de perfecte weekendtas voor mij. Ik kan nu alles erin proppen wat ik wil. Voor een nachtje slapen bij iemand anders. En dan ben ik ready. Ik heb een beetje een probleempje, want ik ging net even mijn pasta proeven. En die is, zeg maar, voor mijn doen. Ik ga even de camera zo. En die is voor mijn doen echt gewoon perfect. Hij is super pittig, maar ik heb een probleempje. Want Nessie wilde dus thuis eten, dat wist ik niet. En daar heb ik dus niet rekening mee gehouden. Dus hij gaat nu echt dood als hij deze pasta proeft. Jongens, ik heb net mijn bord op. En het was zo super pittig. Ik vind het heerlijk. Maar besef, als ik er zelfs niet tegen kan, gaat Nessie zo erg dood. Oh, echt behoefte aan water. Is het lekker? Ja, ook honger. Hij snapt het nog niet. Wat? Hij is wel pittig, man. Met Dina gaat het trouwens iets beter, hè, Dina? Jij was heel slapjes en suf. Kom maar. Kom eens. Kom eens. Kom eens, baby. Wanneer mag je nou de stomme trui uitdoen? Ze lijkt echt op een jongetje, hè? Ja, nu lijkt ze echt op een tomboy. Lekker, hoor. Nou, vertel me wat er is gebeurd vandaag. Nou, jongens, ik heb van... Ik heb al verteld dat je een ongeluk hebt gehad, maar... Nou, ongeluk, ongeluk. Ik heb gewoon tegen iemand aangereden, maar dat was geen ongeluk. Wat dan? Het is dan een ongelukje. Ja? Ik heb... Het ging als volgt. Dus we waren bij stoplicht, ja? Een man voor mij, tenminste een vrouw die reed, dat was de man naast. En ik stond erachter. Ik ben aan het rijden, tenminste de stoplicht ging op groen. En ik, omdat ik naar links wil gaan, keek ik naar links. Ja. Je moet zeg maar zo
die straat ingaan. Ja. Dus in mijn hoofd, ik denk, hij gaat ook, want er kwam niemand aan. Tenminste, ik zag niemand. Ja. Dus ik denk, hij rijdt gewoon door, je weet wel. Dus ik geef die eerste gas. En opeens rent hij keihard. En ik keek naar links, en omdat ik naar links wou gaan. En toen, ik zag niet dat ik erop knalde, zeg maar, je weet toch? En ik knalde de kap, bim! En toen dacht ik, shit man. Maar hoezo remde hij dan? Omdat er blijkbaar een auto kwam vandaag. Oh, dat is echt jouw schuld gewoon. Ja, mijn schuld, ja. Dit is, wat jij nu vertelt is echt jouw schuld. Ja, maar ik zeg ook, het is ook mijn schuld, maar ik heb het niet gezien. Het is een ongeluk, kan toch gewoon gebeuren, what the fuck? Oh, ik wil trouwens wel zeggen, ik heb volgens mij 6 schadevrije jaren gehad in mijn leven. Alhamdulillah. En er is tot nu toe nog niks gebeurd. Maar ja, het is de eerste keer. Iedereen moet de eerste keer krijgen. En ja. In mijn auto. Ja, het spijt me schat, sorry. Ik krijg gewoon een beetje een flashback van een paar jaar terug dat ik jouw auto heb gevonden. Zo, echt hè? We zijn nu bij de tank en hij is gewoon gesloten. Eindelijk een tank gevonden. Gesloten! Nee, hier. Film mijn outfit maar. Nou jongens, dit is een outfit. What a news!